Zo, de beelden zijn weer op tijd klaar en zoals altijd vervaardigd door kunstenaar Jits Bakker. En die Jaap Edens, zoals ze genoemd worden, staan nu te wachten op hun nieuwe eigenaresse en eigenaar. Goedenavond, welkom vanuit het Koerhaus in Scheveningen. Evenals vorig jaar, zo half december, AVRO's Nationale Sportgala. Met daarin als jaarlijks terugkerende hoogtepunten de verkiezing van de sportploeg, de sportvrouw en de sportman van het jaar. Dat jaar, 1986, dat bijna achter ons ligt, leverde voor de Nederlandse sportwereld weer echt grote momenten op. AVRO's Nationale Sportgala werd gisteravond gehouden in Scheveningen en bijgewoond door zo'n 400 genodigden, afkomstig uit de meeste takken van de sport. Koud, nat en windkracht 9 gisteravond buiten op het plein voor het Koerhaus. Gauw naar binnen dus, zoals heren schaatsploegcoach Henk Gemser en Frits Galei, samen met trouwens de gehele kernploeg. Ook de atletiek was goed vertegenwoordigd. Hier bondscoach Bram Wassenaar met de nummer 3 van het EK op de 1500 meter, Han Kulker. Let op de vooral gele, maar ook zijde creatie van Nelly Vieren-Koman. Zowel outdoor als hier indoor de snelste van het Koerhaus. Bokser Arnold van der Leijden met Henk Kraaienhof, de trainer van Nelly Koman. Gevolgd door Richard van Kempen, zondag nog winnaar van de Heineken Schaatsersdaagse. Gijs van Heumen, de hockeybondscoach. Met 2 van de later gehele ploeg. De pezen in zijn linkerbeen zitten nog maar een week vast. Maar hier is Evert van Bentum, tweevoudig Elfstedentochtwinnaar. En Rob Druppers, ooit zelf sportman van het jaar. Op weg nu naar het nieuwste sportgala van het jaar. Goed, het Koerhaus in Scheveningen, dus het decor van AVRO's Nationale Sportgala. Met over een aantal minuten, zoals gezegd, de verkiezingen. En aan het eind van het programma kiest dan nog een jury van 10 mensen, afkomstig uit de Nederlandse sportwereld, wie de winnares of de winnaar wordt van de prijs voor de beste sportprestatie over 1986, de zogeheten eindprijs. Nogmaals, afgezien van het feit dat Amsterdam absoluut kansloos was voor de organisatie van de Olympische Spelen van 1992, toch was er voor de Nederlandse sport in de internationale sportwereld genoeg eer te behalen. Kijk maar eens naar de volgende beelden die dat dik, dubbel en dwars zullen onderstrepen. Hoogtepunten van de Nederlandse sport in het bijna voorbije jaar 1986. In Oslo bij het Europees kampioenschap zijn de verwachtingen rondom Hein Vergeer weer hoog gespannen. Hij was tenslotte titelverdediger en adel verplicht. Wel, Vergeer heeft dat kennelijk goed begrepen. Via een uitstekende 1500 meter legt hij de basis voor een nieuwe titel. Hij stelt zijn vele fans uit zijn woonplaats Haastrecht niet teleur. Evenmin tijdens het wereldkampioenschap in het West-Duitse Insel, waar hij tweede plaatsen scoort op de 500 en de 1500 meter en de 5000 meter wint in de magistrale tijd van 6:54.91. Ofschoon een knappe tijd op de 10.000 meter slechts een 12e plaats oplevert, komt de titel niet in gevaar. Hein wordt ook wereldkampioen. Bij zijn tweede Elfstedentochtoverwinning doet Evert van Bentum datgene waar hij een jaar geleden geen kans toe zag. Genieten van de laatste meters op de Bonkenvaart. In 1985 moest Van Bentum immers op zijn hoede zijn voor zijn medevluchters Nieste, Kooijman en Ruitenberg. Nu ligt dat anders. Hij heeft Rijn Jonker enkele kilometers daarvoor definitief van zich afgeschud, zodat hij nu intens de laatste meters in zich op kan nemen. Blijdschap en vreugde zijn zijn deel. Adrie van der Poel heeft het al jaren in zich de rol van Jan Raas die van klassiekerkoning over te nemen. Wanneer komt het? Het antwoord dient zich aan op zondag 6 april in de 70ste ronde van Vlaanderen. In deze harde koers met onder andere obstakels als Oude Quaremond, Koppenberg en Muur van Geraardsberg is Van der Poel vooruit met Kelly, Van der Branden en Bauer. Van der Poel wint de sprint in Meerbeke en geeft de voorjaarscampagne van de ploeg Raas een gunstige wending. Nederland heeft door de jaren heen een goede reputatie opgebouwd op het gebied van ploegentijdrijden. We mochten het wereldkampioenschap in Colorado Springs daarom met enig vertrouwen tegemoet zien. Te meer waar onder leiding van André Boskamp met ijzeren discipline en naar Oost-Europees model naar dit kampioenschap is toegewerkt. Maar wat Gerrit de Vries, Rob Harmeling, Tom Cordes en John Talen in september presteerden, overtrof de stoutste verwachtingen. In perfecte harmonie, met een verzet van 55-13, rijden ze naar het wereldgoud. Ze waren maar liefst 1,5 minuut sneller dan de nummer 2, de Italianen. Met Dave Strijbos, het pas 19-jarige crossfenomeen uit Os, gebeurt in 1986 datgene wat we al een paar jaar zagen aankomen. Hij wordt wereldkampioen in de 125cc-klasse. Ofschoon lange tijd de koppositie min of meer gedeeld met ploeggenoot John van den Berg, maakt hij zich na 8 Grand Prix-wedstrijden definitief los van zijn belagers.
We zagen de wereldkampioen hier aan het werk in de laatste wedstrijd in Brazilië, in Campos do Jordão, waar hij twee tweede plaatsen pakte. De uitgangspositie voor de finale wedstrijd op Hockenheim was bekend.